En toen kreeg ik geen lucht meer. Toen moest ze naar de eerste hulp. Maar jongens, dit is toch niet normaal? Of wel? Hallo, welkom bij deze nieuwe vlog! Oh mijn god, we zijn nog steeds in Curaçao. Nou, dat rare verspaanste esje. Niet normaal. Echt, jongens. Ik heb het echt fantastisch naar mijn zin. Maar ik ben ook op een andere locatie, hè. En natuurlijk, zoals jullie de laatste vlog, want jullie kijken natuurlijk elke week de vlog. Heb ik jullie net een soort spoiler achtergelaten dat ik in een nieuw huisje ben. Dus we gaan even kijken hoe dat eraan toe ging toen ik hier aankwam. En een home tour natuurlijk. Volgens mij moet het hierachter zijn. Ik moet even een code invullen en daar, als het goed is, de sleutel uithalen. En dan hoop ik dat ik mijn appartement kan vinden. Het is gelukt. We hebben de sleutel. En nu hoop ik... Ja, kijk nou. Hij gaat gewoon open. Ik voel me zo volwassen. Ongekend. En kijk hoe mooi het hier is. Allemaal mooie huizen hier zo. Het leuke is dat Jesse van Rumach, die ken ik daarvan, is ook een vriend van mij. Die slaapt hier ook met zijn vrouwtje en zijn kind. Dus dat vind ik echt zo leuk. Oké, we gaan even concentreren. Oh, wauw. Even, hoe prachtig is dit? Ja, ze zei al, de tuin is nog niet helemaal af. Maar here we are. Kijk nou, hoe prachtig. Oh, dit is leuk. Voordat ik al mijn spul eruit ga pakken, ga ik eerst even kijken waar ik precies zit. Volgens mij de tweede links, volgens mij is dat hem. En ik zie daar een kindersitje. Zijn zoontje is net 1, geloof ik. En die heb ik dus nog nooit gezien in mijn leven. Ik weet nog dat hij papa werd en dat het helemaal spannend was en zo. Dus ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten om zijn kindje ook te ontmoeten. Ik hoop dat dit hem is. Volgens mij gaat dit helemaal goed. Ja, ach, dit is cute. Hoe leuk is dit ding? Nou, dit is perfect. Ik heb niet meer nodig. Ja, ze zei al, de keuken moet nog even veranderd worden. Maar dit is toch best wel heel cute, of niet? Tafeltje. Helemaal prima, kan ik aan werken. Wat hebben we hier? De badkamer. Top. En even zien. Mijn bed. Oh, dit is fijn. Ja, hoe cute is dit? Kussen, dit ding. Hoe schattig is dit? Ja, ik heb echt een zwak. Ik weet niet wat het is, maar ik heb echt een zwak voor beddengoed. Ik vind dat zo cute. Fijn, we hebben een airco. Dat is echt... Ik was bang dat we geen airco hadden. Dat is echt top. Ik wou deze koelkast opentrekken. Ben ik nou een domme kut die hier aan gaat trekken dat niet werkt? Moet je blijkbaar aan deze kant. Blonde vrouwen zijn zo dom, hè? Ik ben dus helemaal lekker hier aan het settelen. Nog even die teringzooi opruimen. En ik heb hier nog een paar dingen op mijn bed liggen wat ik nog eventjes in mijn kast moet gooien. Maar ik ben me aan het klaarmaken en ik heb dit jurkje aan. Alleen ik krijg hem niet goed in mijn eentje dicht. Ik heb nog helemaal geen spullen of boodschappen hier. Dus eigenlijk moet ik snel even wat boodschappen halen. Want anders heb ik morgen geen ontbijt. En dat is wel handig. Kijk. Ik heb ondertussen van me al een jurkje halve, maar we hebben keurig de kast helemaal ingedeeld. Dat is toch fijn. Nou, ik word helemaal gek. Of ik moet iets anders aantrekken. Als dit maar lukt, then I'm a fucking independent woman. Hoe het gaat! Hoe het gaat! Hoe het gaat! Nou, zien jullie het? Hij zit dicht. Helle freaking Luja. Helle bevalling. Ik ga uitjes opruimen. En dan ga ik even in mijn eentje naar de supermarkt. Daar heb ik toch zoveel zin in. Dat vind ik altijd zo leuk in het buitenland. Ik krijg gewoon bijna geen adem. Hoe kan dat nou? Ben ik zo dik geworden vergeleken de laatste keer dat ik dit jurkje aan had? Of is het jurkje gekrompen? I don't know. Anyway, snel eventjes boodschappen doen. Ik ken deze supermarkt. Ik ben hier echt een paar jaar geleden ook geweest. Dus dat is fijn. Even snel wat dingen halen en dan ga ik iets meer local. Want het is net een Albert Heijn. Dat is net wel wat duurder. Zonde natuurlijk, hè. Als je het ook goedkoper kan krijgen. Zo, hier kunnen we even mee vooruit. Zo, in dagen weer even make-up op. Ik heb toch iets anders aangetrokken, want ik kon echt geen ademhalen. Dus heel simpel zo'n strapless jurkje geworden. En dan heb ik flinke oorbellen in. En dan doe ik deze gave Nel slippertjes aan. En we moeten gaan, want anders kom ik al heel erg laat. Autootje heb ik hier geparkeerd. Er was geen parkeerplek. En nu moet ik nog 5 minuutjes lopen. En we gaan hier dineren. Blijkbaar hebben ze hier ook best wel goede vega opties. Want ons Liesje is natuurlijk vega. Super. Lekker met de meiden. Helemaal gezellig. Super. Ja, heb jij het ook naar je zin? Ik had geen kans. Voor wat niet?
Er is geen enkele jongen op dit eiland. Maar wat is dan je probleem? En Shayna was er ook gezellig bij. Leuk dat je erbij met mij ziet. Ja, heel gezellig. Ja, zij is erbij. Dat is toch leuk, hè? Dat is toch leuk. Nee, Michael heeft een keertje een allergische reactie gehad. En toen kreeg hij geen lucht meer. Toen moest ze naar de eerste hulp. Vanavond heeft hij dat dus weer. Hij komt terug van het hardlopen en ineens allemaal uitslag en dat soort dingen. Dus ik hoop dat hij nog leeft. Ik bel hem straks even. Aan jou de eer. Lief. Ziet er best lekker uit. Wel de cream pak ook, toch? En de cake ook. En you flirting with me? Nooit. En? Is het de bedoeling dat red velvet er chocola smaakt? Volgens mij is dit wel witte chocola een beetje. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de review. Ja? Gewoon chocoladecake. Zie je dat? Gewoon goede chocoladecake. Maar wat is Red Velvet normaal dan? Nou, niet chocolade. Red Velvet. Lies heeft een nieuwe tik bij mij ontdekt. Ja. Hij doet, als hij dan praat en hij is moe, dan gaat hij het soort show. Ga ik dan over worden? Alsof ik gechoked word. Even kijken, samen met rode kleur maakt het dan ook Red Velvet. Ondanks dat Red Velvet een benaming is, kunnen we wel een smaak eraan koppelen. Het heeft een lichte chocoladesmaak en de witte vulling met topping is meestal roomkaas of witte chocolade. Wat saai zeg. Goed verhaal. Ik voel me op een of andere manier alsof ik aan het third wheelen ben hier. Oké. Nou, dat was gezellig. Ik ga weer richting huis. En mijn eerste nachtje in dat andere op huisje. Helemaal in mijn eentje. Michael is nu naar de eerste hulp. Dus gelukkig is dat onder controle. Hij had zo'n EpiPen dus. Hij is onder controle. 21 minuutjes naar huis. Prima. Let's go. Morning guys. Ik moet jullie zeggen, het is geen aanrader van gisteren. Of als het een aanrader is, moet je niet de kippasta nemen. Want de kip was volgens mij rauw. Ik heb de hele nacht bij buikpijn gezeten. Ik keek al naar mijn bord en ik dacht al, Maar nadat ik zoveel buikpijn had, weet ik zeker dat dat niet goed was. But anyway, we're here. Ik heb een bakje pleur. En ik ga hopelijk Jesse even zien, want Jesse die slaapt hiernaast. Dus dat is wel heel gezellig. Nou, daar zijn we bij Zanzibar en Papagayo en zo. Even een plekje zoeken. Anyway, als je hier gaat zwemmen, dan moet je dus 3 euro betalen. En dan mag je dus zwemmen. Anders hoef je dus dat niet te betalen. Dan mag je hier alsnog staan. Maar vorige keer werd zij lijpen. Zij zat gek te controleren. We werden overal. Gaan jullie niet zwemmen? Oké, maar als je moet zwemmen, dan moet je het zeggen. Want ze zijn heel streng. Gaan jullie niet echt niet zwemmen? Toen stond ze achter een hokje te kijken of wij niet gingen zwemmen. Dat was echt lijp. Oké, ik ga hem even proberen achteruit in te parkeren. Kijken of ik daar talent voor heb. Nou, hoe top geregeld. We liggen gewoon aan het zwembad. En daar is ze. Oh. Ja, daar is ze. Ik ben voor de Heidi look. Ja, je bent voor de Heidi houdoe. Hè? Wat leuk. Maar dit is heerlijk. Los genietos. Jongens, pannenkoeken. Balans. En palmbomen. En balans. Dit lijkt net een soepje. Maar het is dus een smoothiebol. Hij is best wel lekker, hè? Maar deze pannenkoek, ze weten wel hoe ze het moeten bakken. Het is vandaag echt liggen en vreten. Ongelooflijk. Just how I like life. Yes, this is amazing. Die frietjes, we hebben hier nog helemaal geen frietjes gehad. Eerste frietjes, fucking lekker. Jongens, dit is echt genieten. Als je dan zo lekker de hele dag bediend wordt. Jij lekker ligt te vertoeven op een bedje. Zo. Spuug er even bij. Ligt vertoeven op een bedje. En af en toe even dat water in. Zo decadent, maar geweldig. Kijk, hij is die leguaan aan het voeren. Hoe leuk. Oh. Zo, rennen voor je eten. Ah, zo cute. Kijk nou, zulke mooie kleuren. Zouden ze nu ook dingen denken? Zouden ze nu naar mij staan van, wat is dit voor debiel? Of? Nou heb je het gedaan, voel je je goed, dat is leuk. En ondertussen is mijn eten gebracht. Lekker noedels. Oh, hier heb ik zoveel zin in. Zo, weer heerlijk thuis. Ik heb even wat boodschapjes gedaan. Zodat we hier even ook avondeten kunnen maken. Want ja, je wil echt niet elke avond uit eten. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar vroeger toen ik op vakantie ging met mijn ouders, deden we dat eigenlijk ook niet elke avond uit eten. En dat hoeft voor mij ook niet. Weet je, als ik vanavond kiprijs en broccoli heb, ben ik gelukkig. Oh, en ze hebben hier zulke lekkere bakken fruit. I love it. Ik wil nog wel even trainen vandaag. En dan heel misschien gaan we uit vanavond. Maar we don't know. We gaan het even zien. Hier wil ik douchen, want ik ben echt heel vies. Dit is bij hun Turkse brood. En het is heel anders dan dat wij in Nederland hebben. Maar zo lekker. Echt niet normaal. Dus als je hier bent, probeer dit. En dan is het het lekkerste. Ze hebben hier allemaal van die verse salades. En bij Centrum heb je dus deze
Thaise ham kipsalade. Nou, dat is zo freaking lekker. Good morning, guys. Het lijkt of ik naakt ben, maar dat ben ik niet. Ik heb gewoon een bikinietje aan. Vandaag gaan we echt iets heel leuks doen. Nou ja, het is niet officieel een neef van Shayla, maar Shayla is met deze kei opgegroeid. En die kwamen we laatst bij het zwembad tegen. En dat is een hele gezellige gast. Dus ik heb gevraagd of hij meegaat. Een soort quad. Rijden. En dan allemaal plekjes langs. We will see. Het wordt denk ik fucking leuk. Lies en Sean hebben dit ook gedaan. En die zeiden ook dat het echt fucking leuk was. Dus we gaan het even bekijken. En ik dacht, even een leuk outfitje aan, toch? Neem deze denk ik mee. Dan ga ik een wit petje erbij doen. Of we gaan zo. Zo cool, of niet dan? Ziet er niet uit, man! Dit is Marijn. Marijn is 23 jaar. Hey Wil, dit is wel anders dan die scootmobielen die wij hadden. Ja, maar die scootmobiel heb ik thuis gemaakt. Ja, we gaan dit keer even op dit ding. Kijk hoe cool. Ja, dit is echt heerlijk. Deze heeft 900 pk en die andere heeft 600. Maar we gaan hier even knijterhard op scheuren. En die mannen gaan rijden, die willen dat het liefste. Ik wil gewoon een klein stukje rijden. Verder maakt me niet uit. Ik wil ook op de gouden. Ik wil ook op de gouden een foto. Maar die bril van jou past er ook ja, goed bij, hè? Ga er eens bij staan. Ja hoor, gaaf. Even screenshot van 1, 2. Ja, kunnen we naar moeder sturen? Ja, alsjeblieft, hè. Gaan we wel eens veilig thuis brengen, hè? Wat? Ja, ik ga mijn best doen. Groetjes naar moeders, hè? Dit is het laatste bericht. Groetjes, Karin. Ja, hé. Hey. Steek je nou een middelvinger op naar mijn moeder? Twee. Oh, dit is je moeder. Ja, dat heb je nu net gezegd. Twee zelfs. Ja, ik dacht dat hij kon. Are you ready, guys? Every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Eerste stop. Volgens mij gaan we kokosnootje halen. Stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. Tweede stop. Bij de kleine knip. Oh, 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 jongens, ik ben nog een beetje zoekende. Ja, kijk. Is toch ook fijn dat jullie even iets zien. Even foto's maken, even een gore fotosessie. Je mag even op de gouden. Ik heb gehoord dat deze van de baas is. Je mag gewoon op de gouden. Maar Michael doet ook karten, dus die vindt het echt geweldig. Ik ga hem even veilig thuis brengen. Ja, is goed. Yes, you are. Volgende stop. Dit was Kalki. Kalki is heel leuk. Ik was mijn camera vergeten, dus ik heb het niet kunnen laten zien. Maar het was een meeting. Daar zo. Het was echt heel chill. En ik kwam Jesse nog even tegen met zijn kindje en zijn vrouwtje. Jesse lag daar zo lekker gemasseerd te worden. Ongekend. Michael? Oh, nee. Nee joh. Doe even normaal. Is het lekker? Fucking lekker. Ja, mag ik? Niet normaal. Dit is echt niet normaal lekker. Dit is dus kokos. Fakkelijk. Nou, ik wist niet dat dit bestond. Ze hebben ook almond. Oh, allemaal slagroom. In allemaal smaak. Oh! Hoe nice is dat? Holy knijter. Iedereen weer thuis. En Michael heeft een mangoboom bij zijn huis. Oh mijn god. Is er eentje rijp? Ze zijn zo cute, klein. Oh. Oh ja, hij is een beetje zacht hier van het vallen. Beetje nice. Schoonmaken en een lekker chappen. Hé, hey, ga ik doen. Oké, dag lieverd. Tot vanavond. Vanavond. Twee uurtjes. We gaan echt elke keer in één keer door. Mijn god, ik ben ook wel een beetje gesloopt. Ik wil eigenlijk sporten, maar ik denk dat ik heel even thuis wat stretch oefeningen en zo ga doen. Hoe cute!
Nou, dat vind ik leuk. Oké, we gaan. We gaan lekker duiken. Ik heb hier zoveel zin in. Oh mijn god, en hoe mooi is dit? En daar heb je ook een verlaten ziekenhuis. Daar ben ik ook boven geweest. En het water is hier mooi. Je hebt hier toch ook zo'n schip? Ja, is daar. Misschien ook helemaal daar in zwemmen. Gewoon van hier toch. Ja, wat jij wil. Ik ben fit, dus ik kan natuurlijk wel weer. Ik hoop het. Maar met die lange flippers gaat echt snel. Deze dingen, ik had eerst van die hele kleintjes. Ja, dan kom je niet vooruit. Met deze ga je echt heel snel. Dus ik wil dit eigenlijk ook even halen. Voor nu, thank you for bringing it. En het is zo grappig, Quinn is net een onderwater mens. Jij gaat gewoon op de bodem zitten en zo. Jij gaat gewoon chillen. Aquaman, I'm in life. Ja, echt zo. Want ik kan niet zo lang onder water, maar Quinn kan echt tering lang onder water. En wij gaan woensdag ook samen duiken. Ja. Tant, hoeveel zin in. Heb jij GoPro? Kan hem halen. Ja? Oké, gaan we meenemen. Ik kan nu nog niks filmen. Maar woensdag ga ik iets filmen. Guys, dit was me toch leuk. Ik heb zo genoten. Voor degenen die me al iets langer volgen, die weten dat ik dit geweldig vind. Maar het blijft gewoon zo'n magische wereld onder water. We gaan morgen en overmorgen lekker video's maken, foto's maken onder water. Oh, kijk. De duikbril staat nog allemaal. En dan gaan we het jullie showen. We hebben net bij Baja Beach. Toch? Ja. Gezongen, gedoken. En nu daar is Fuik. Oh mijn god. En dat hebben jullie natuurlijk in de vorige vlog gezien. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben heel dronken. Maar we gaan nu richting... Directors. Nou ja, als jij het zegt. Ik geloof het. Maar wat, waar breng je mij? Je brengt mij over... What the fuck, Win? Hier kunnen we echt niet ja, rijden. Ja, afgaan we aan de andere kant dan. Je kunt wel rijden. Ik doe elke dag. Stop being a mietje. Pussy. Wow. Hé, hey, kijk uit, Quinn. Hé, man, Quinn, wat laat je mij rijden? Ze kan niet rijden, man. Hé. Hey, man, maar dat weten we wel. Vrouwen hey. Achter de stuur is nooit een goede. Deze bloed is bloed aan de muur. Is bloed aan de muur, hoezo? Ja, dat is zo, wow, dat is die uitspraak. Oh, weet ik niet. Nee, dat dacht ik al. Ze kan niet rijden, man. En jij kan geen uitspraken. Oeh. Mooi. Hier breng jij al je chickies zeker. Ik weet niet wat over je dan. Ja, waar zit je nou in godsnaam naar te kijken, man? Hey, wat's op, boy, joh? Sorry, ik zag die auto alleen maar. Ja, kijk één keer, laat één keer deze weg eventjes zien. Het is niet zo erg, toch? Kijk die gaten! Kijk, je ziet waar je moet gaan. Maar je ziet al die gaten. Ja, maar jij stuurde mij eerst aan die andere kant. Ja, want die kant kan ook. Zo, maar wat een gaten. Kan iemand dit even maken? Hoppa. Hier gaan we morgen duiven. Ja? Ja. Oh, wauw! Ja, dan zag ik. Hé, wat? Ik ben hier geweest. Ja? Ja. Alleen zwemmen? Ja, we zouden zwemmen, maar toen gingen we niet meer zwemmen. Was het te druk. Nice. Heel mooi. Dus we gaan van hier... Ja. Helemaal zo zwemmen. Ja, dan gaan we die kant op, ja. Oh, nice. Oké, okay, gaan we doen. Nu gaan we weer naar huis. Dat duiken gisteren was zo leuk. We gaan vandaag weer, maar dan sunset. Dus nog eventjes wachten. Eerst gaan we iets heel erg leuks doen. Ik heb hier zin in. Ik weet nou niet of dit echt een goede outfit is, maar I look like a farmer girl. En dat is ook iets wat we gaan doen. Oh mijn god. Guys, we gaan naar een soort struisvogel farm iets. En zoals misschien mensen weten, is Sheda heel erg bang voor gevogelten. Maar ze wou hier heel graag heen. So, here we are. Kijk, prachtig. Allemachtig prachtig. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan gaat vinden. Maar ik denk niet dat het het beste idee van Nederland, Curaçao is. Trouwens, Cheon is hier helemaal hyped op het eiland. En hij heeft echt heerlijke nummers, ik zeg je eerlijk. Ja, maar ik moet je eerlijk zeggen, zulke muziek is wel lekkerder om te luisteren als je ook op zo'n tropisch eiland bent. Dus ik denk, ik snap wat jullie denken. Marijn, hou je bek. Dat luister ik wel wanneer ik zelf in Curaçao ben. Autootje geparkeerd en er staat dus, park at your own risk. Het is dus zo dat pauwen zichzelf in de reflectie van je auto kunnen gaan zien. Kijk, zie je mijn schoenen? Ja, kijk. En dan denken pauwen dus dat ze tegenover een andere pauw staan. En dan gaan ze tegen je auto aanvechten. Omdat ze denken dus dat ze aan het vechten zijn met elkaar. Maar het is eigenlijk gewoon zijn spiegelbeeld. Hoe hilarisch is dat? En kijk, daar is Wil. Wil komt net aanrijden. Hoppa. En zo schattig. Hier heb je allemaal al geitjes en beestjes. Hallo. Oké. Okay. You show me your butt, okay?
En kijken hoeveel zin Sheda hierin heeft. Ik voel me overreden door de vrachtwagen. Serieus? Ja, we gaan. Ja, daar heb je zin in of niet? Hè? Nou, wat ik achter jou zie gebeuren, durf ik al bijna niet meer uit te stappen. Dat dacht ik al. Oh. Dat is toch echt je grootste nachtmerrie. Nou, waarom ga jij naar ja, die kalkoen, hè? Oh, wat erg. Oh, ik vind het geweldig. Ja, maar die beesten vind ik enig, denk ik. Maar wat? Die grote, die vind ik leuk, denk ik. Ja, nou, ik hoop het maar, want anders zijn we hier snel weg. Maar als je die kleine die daarachter ziet, hè? Nee, hier, op het scherm. Vind je dat dan enger, van die kleine? Dan wat? Dan grote. Nee, deze vind ik lief, want deze fladderen, denk ik. Nee, dat is waar. Maar dit lijkt wel meer op een eend of een vogel of een kip. Vind je kip ook eng? Ja, doodeng. Ja? Oh, Christus. Ja, dit vind je... Oh, nou, hij komt naar jou toe. Hij komt even naar jou toe. Dat is dan toch leuk dat hij even gedag komt zeggen, hè? Oh, wat een mooi beest. Heel eerlijk, wat doe je jezelf ook aan, hè? Ja, maar ik dacht dus... Ik dacht dat Lies zei, je kan in de auto zitten en dan gewoon alleen die struisvogels zien. En die leken me vet. Oh ja, nee. Dit vind ik echt vreselijk. Ja, ze zitten daar allemaal te chillen. Ja, ze zitten daar echt keihard te chillen. Shada heeft een veilige plek gevonden. Ondertussen... Chill ik even met de gang. Heel Adrenis, hoe gaat het? Gaat goed, man, bro. Zijn dit allemaal jonkies? Kijk, ze hebben helemaal nog niet al die veren. Volgens mij vinden ze het niet heel gezellig. Het is prachtig hierboven. Prachtig. Daarom ging ik hierheen, hoor. Ik was heel nieuwsgierig. Jij wou even bekijken, hè? Dat van... Je houdt natuurlijk van hoogte zo, ja, hè? Ja, en veel traplopen. Ja. We hadden vroeger een kip. We hadden kippen thuis. En wij hadden een haan. En dan als vriendinnetje bij mij kwam spelen. Ik zweer, jij had echt gehuild. Als je één keer dat hok opende, dan rende die haan eruit. En dan gingen wij op de trampoline. Ging hij onder de trampoline staan, zo omhoog pikken. Nee. Ja. En dan kon je gewoon niet weg. Maar hij ging gewoon in aanval. Ja. En dan als je dan moest je dus, wanneer die een beetje weg was, moest je een aanloop nemen op die trampoline, springen zo ver mogelijk en rennen naar binnen. Want hij rende gewoon achter je aan. Nee, maar hoe kreeg je dan weer een zon? Ja, dat durfde ik niet. Moest ik mijn stiefvader laten. Oh, die ging hem aanpakken. Oh my god. Nou, dit is inderdaad echt dat beest was dan te eng. Maar jij vond hem ook eng? Echt tanto eng. Hij ging echt zo... Oh, dus echt, hier heb ik wel eens nachtmerries over. Dit soort beelden. Oh, ik word niet goed. Ik word niet goed. Kijk, dit soort parken. Ik ben dus wel op die safari geweest in Zuid-Afrika. Ja, dat vond ik echt niet chill. Maar dit is anders. Het is meer een boerderijachtig. Klopt, maar ik ben wel benieuwd, zeg maar... Waarom zijn de struisvogels... Zeg maar, komen de struisvogels van Chris, hè? Dat weet ik dus niet. Waarom zijn ze hier? Ik ben hier eigenlijk heen gegaan omdat ik Lies vertrouw. Want Lies is de grootste dierenvriend die er is. Ja, dat zou dus, zij vindt dat allemaal niet eng. Nee, oh, maar ik zo. Bedoel, dat goed het verzorgd. Ik ben echt wel eens in dierentuinen geweest. In dierentuinen ga ik niet meer. Dat vertik ik nu, maar toen ik jonger was, dat vond ik dan zo zielig. Ja, absoluut. Het is dan toch gezellig, hè, dat je dan samen eventjes wat aan het drinken bent. Want kijk, deze komt even om de hoek kijken. Dus dat is dan toch gezellig, hè? Dat we dan met z'n tweeën even wat drinken. Zo, even in de schoolbus, jongens. Kiek op zitten. Je bent toch weer Wil en Tien. Elke keer weer, denk ik. Wat zijn we toch eigenlijk een Wil en Tien, hè? Ongelooflijk. Eten ze. Sorry, maar als je geen tanden hebt, dan weet je niet. Ze doen wel ze happen. Dat ze happen alleen. Deze heeft dus maar twee tenen. Maar wat doet hij nou? De eentjes kunnen dan toch wel 50 kilometer per uur rennen. Hallo. Hij zegt dus dat deze veren mist omdat hij calcium nodig heeft voor zijn eieren. Maar jongens, dit is toch niet normaal? Of wel? Ik kan het dus niet op internet echt vinden, maar... Is dit zo, jongens? Dit voelt niet goed. Ik weet niet, maar het voelt niet goed. Ja, zoals jullie links even meekijken, zien jullie de baby'tjes die we hebben. We hebben ze gekocht vanuit België. Ze zijn 1,5 maand oud. Oké, sorry, maar volgens mij hoort zijn struisvogel er niet zo bij te lopen. Nee, ik word niet goed. Wai, yo, ik ben in shock. Jullie weten, dierentuin heb ik al afgeschraft. Safari's al en ik dacht een farm. Het klonk niet heel verkeerd. Ik heb twee ogen eruit zien. Eentje hing er nog uit. Ik heb alleen maar beesten gezien zonder veren. Die eerste twee zagen er nog oké uit. Maar daarna werd het echt van kwaad tot erger. Oh my god. Shay en ik zaten daar en we zeiden we gaan die beesten niet voeren.
dat gaan we niet doen. We hoeven geen foto, we gaan weg hier. Ik wou zo snel mogelijk weg en toen hebben we echt zo snel mogelijk een soort dankjewel, doei, gedaan. En toen zijn we weggegaan, want hell no. Ik voel me er niet lekker bij om hier rond te lopen. En ze vertelde ook gewoon nog, die kleintjes, die zijn nu 1,5 maand oud. Die zijn allemaal vanuit België gevlogen. Moet je nagaan dat ze... Ja, en ik weet het, dit doe je met koeien en dat soort dingen ook. Maar ik hoef niet naar een slachterij te gaan. Want hij zei gewoon, ja, deze hokken proberen we zo vol mogelijk te krijgen. Zodat we ze kunnen slachten. En dan kunnen we ze hier ons eigen vlees serveren. Ja, dat was niet hetgene waar ik helemaal op ingesteld was. En hij vertelde ook over die eieren dat hij die weghaalde. En ze leken gewoon, zodat ze echt 80 eieren in een jaar konden halen. Die beesten leken doorgedraaid. Ik heb niet veel verstand van struisvogels en beesten. Maar ze zagen er niet gezond uit. En ik geloof gewoon niet, ik heb het proberen op te zoeken op het internet. Ik geloof gewoon niet dat die vogels hun eigen veren pikken voor meer calcium. Ik probeerde het op te zoeken. Ik kon het niet vinden ergens. Maar please, als je meer verstand van struisvogels hebt, laat het me weten hoe slecht deze beesten eraan toe waren. En dan is dit een soort verhaal van, guys, ga hier niet heen, want dit is niet iets wat je moet supporten. Ik baal. Ik heb echt spijt. Echt spijt dat ik hierheen ben gegaan. Om eventjes bij te komen, gaan we een koffietje bij Fresher doen. Dat is dan toch lekker, hè? Even die auto op slot. Ik had het even op Snapchat gevraagd of mensen dit wisten. Maar ja, blijkbaar die veren, dat komt gewoon uit stress en verveling. En Ron, dankjewel voor je antwoord. Maar dit is natuurlijk echt niet wat we willen supporten. Guys, en dan vertellen ze daar gewoon dat het aanmaak is voor... Calcium inzetten. Maar als dat zo zou zijn, dan zou dat zo in het wild. Ja, en in het wild ook gebeuren. Eerlijk. Nou, heb ik nog niet heel. Ik heb maar één keer een wilde struisvogel gezien. Ja, maar als je foto's online ziet. Ja, als je foto's online ziet, zie je nooit een kale geplukte struisvogel. En wij hadden vroeger ook kippen en dan gaven we hun eigen eieren om op te eten, zeg maar de schil. Ja. Want daar zit calcium in natuurlijk, want die schil is gemaakt van calcium. Ja. Maar waarom geven ze die vogels niet gewoon meer calcium? Dan kan je toch ook in hun voer doen? Hij maakt er ook een raar verhaal van, want hij zei ook, we geven hun genoeg calcium, maar ze denken, omdat dat een gewoonte is, dat dat niet zo is. Ja, en weet je wat ik vooral raak? Ik wil er niet alles wat ze zeggen van kracht, want ik heb geen verstand van struisvogels. Nee, ik ook niet. Wij hebben een onderbuik gegeven, ja. Die vogelen. Maar dat hij zei van de vrouwtjes doen het omdat ze door het eieren leggen meer calcium nodig hebben. Ja. Maar er zijn ook mannetjes die kaal waren. Toen zei hij, mocht je dan denken, waarom zijn de mannetjes kaal? De vrouwtjes zijn zo slim dat ze de mannetjes hun veren gaan opeten voor hun eigen calcium. Ja. Toen dacht ik, hè? Wat? De vrouwtjesstruisvogel gaat de veren van de man opeten. Ik zei, ja, I don't know. I'm done with it. Maar ik ben blij dat ik meteen een reactie krijg op Snapchat. Mijn kut. Ik begon mijn Snapchat ook zo blij en leuk. En ik eindig hem echt van, oh mijn god, we need to get out of here. Maar dat heb ik met mijn vlog ook gedaan. So yes. Maar gelukkig hebben we een piekenbroodje. Hey, wa, Queenie boy. Hey, wa, Marijntjes. Hallo, schat. Wat een goed shirt is dat. Oh, wat? Dat is mijn diamond shirt. Oh, leuk. Leuk shirt. Ga je niet zonder shirt? Wil je maar zonder shirt zien? Ja. Ik heb hem netjes vragen hoor. Here we go again. We gaan weer dezelfde plek als gisteren duiken. Maar misschien rijden we dan nog eventjes een stukje verder om nog iets anders. Maar hier kunnen we heel leuk content maken. Dus we gaan even iets cools schieten. En ik ga voor Arab eventjes een filmpje maken. Een TikTokje. Want hoe leuk is dat? Ga met ons mee freediven. Kan ik jullie even allemaal laten zien. En ook mensen die mijn vlogs nog niet keken. En nu voor de zekerheid heb ik Quinny Boy maar laten rijden. Nou, maar rijden is niet de beste. Geen grote mond. Kijk hoe prachtig. Dit blijft een mooi beeld, hè. Holy knijter. Even. Het lijkt net alsof het Holy Jesus is. Zo met die lichtflitsen. Zo, eventjes hierin gespuugd. Lekker hoor. Lekker. And we're gonna make ourselves ready. Oké, de GoPro gaat overnemen in 3, 2, 1. We zijn nu bij Tugboot.
Dat is een van de bekende dingetjes hier. En dat is gedronken schip. Hartstikke leuk om even te zien. Maar het wordt al fucking erg donker. Kijk hoe mooi dat ding is. Niet normaal. Echt, Quinn, als jij er niet bij was, had ik niet gedoken nu. Want nee? Dat vind ik echt niet. Nee, ik vind het echt spannend. Maar oké, we gaan jullie even meenemen in een toertje van het gezonken schip. Ik werd bang. Dus we gaan het laatste stukje lopen. Maar kijk hoe mooi. Hier wel. En je kan hier dus ook. Hier kan je dus schelpen schilderen. Dat wil ik nog gaan doen. Ik kan hier gewoon chillen. Leuk barretje. Helemaal leuk. Als je hierheen kan, ga zeker hier even naar het strandje. Maar eerlijk, dan toe eng als het donker is. Vind je? Nee man. Donkerduiken is het beste man. Dat is het leven van het zee. Nee, ik vond het eng. Jongens, sunset hier is toch wel zo mooi. Holy fuck. Niet normaal. We hebben even content gemaakt. Nu gaan we de spullen wegbrengen. We gaan eventjes bij Foodies even wat eten halen. En volgens mij zei Michael ook tegen mij dat het echt fucking lekker was. Ja? Wajo, dit ziet er zo lekker uit. En die ook. En die ook hoor. Nou, dat weet ik hoor. Maar ze hebben hier dus allemaal een soort van, eigenlijk meal preps wat je gewoon kan aanwijzen. Dat is echt heel handig. Moet ze in Nederland ook hebben. Nice, eet smakelijk. Ik heb zo slecht geslapen. Holy fuck. Maar oké, het is tijd om deze vlog af te sluiten. Want de volgende vlog wordt weer geweldig. Het wordt net iets te veel beeldmateriaal om het in deze vlog te doen. Dus tot volgende week. Weer een Curaçao. En dan gaan we duiken. Scuba diven. Ik heb er zoveel zin in. Tot de volgende. En bedankt voor jullie support. Vergeet niet te abonneren. En dikke toet. Zit je nou te kijken wanneer je plast?